Nou, we zijn er bijna. En Potter, kom maar aan. Nee. Het die kant. Ben ik? Yes, zijn er. Nice. De end. Altijd al naartoe weer. De end. Yay! In de dringen. En dan denk ik, die gaat eraan. Je gaat dood, hè. Mijn gave. Nou, hey, kijkers, hè. Jullie denken wel dat ik er klaar voor ben, hè? Ja. Full diamond armor. Niet nodig, bent voor de beast. Ha. Ja, ben ik dan. En de dragon, waar zit je nou? Ik zie hem. En de dragon, je gaat er aan. Kom hier. Wat is dit? Ah! Yo! Ah! Wow! Help! Nou, laten we het opnieuw proberen. In de dragon. Ik kom je pakken. En hey kijkers, ja, Dutch Commander hier met een nieuwe video. Ja, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je wapens maakt met hele sterke enchants. Nou, laten we meteen beginnen. Nou, deze command, die kun je maken gewoon met in je chat. Het is gewoon één command dat je moet typen. Je kunt makkelijk in een commandblok doen als je dat wil. Maar ik ga het nu gewoon ook in een commandblok doen, zodat jullie het iets beter kunnen zien. Nou, we beginnen met de commandblok krijgen. Nou, als eerste gaan we onszelf een commandblok geven. Doe een 6 keer je Minecraft naam. En comment. Blok. Nou, we hebben ons commandblok. Nou, waar je nu gaat typen, hetzelfde. Ik 6 give, hè. 6 give. Nou, dat moet ik wel goed typen. Minecraft naam of gewoon alle spelers, hè, waar je zelf wil. In ieder geval ga ik weer een zwaard maken. Een diamond sword. Dan typ je cijfers achter. Dus het eerste cijfer, de 1. Dat is het aantal dat je hebt. Zoals die naar 7 zou maken, krijg ik 7 diamanten zwaarden. En die 0 is voor hoeveel de rubidios. Nee, dus hoeveel de hij al kapot is. Maar dat ga ik niet meer rommelen. Dan gaan we erachter een hele command typen. Je typt een kronkel haakje en doe je Ench van Enchant. Dubbele punt, vierkant haakje, kronkel haakje. ID, dubbele punt. En dan het getal van het ID. Elk enchant heeft dus een ID. In ieder geval sharpness is 16. Die kun je gewoon opzoeken als je gewoon op internet gaat en opzoekt van enchantments, ID list of zo.
vind je vast ergens een idee. En die kun je zo met alle dingen doen. Dus idee is 6, dan doe je level. Dubbele punt, dan kun je ze zelf doen. Net had ik 10.000, kan je gewoon in één keer de wereld mee doodmaken. Maar als ik wil, kan ik ook gewoon 50 doen. Maar je kunt het op een gegeven moment niet te hoog maken, anders maakt hier een getal, ander getal van een min-getal en dan verandert er niks. Dus ik ga nu gewoon 1000 doen. En dan sluit u als een kronkelig haakje, vierkant haakje, kronkelig haakje. En dat is het. Met gewoon eigenlijk al klaar. Ze moeten wel activeren. Zo. En we hebben Diamond Sword. Met Sharpness en Enchantment Level 1000. Dus gewoon. Ja, daar gaat het koetje. En dit werkt op alle items. Dus je kunt net zo goed doen dit. Koekje maken, weet ik veel. Dus kijk, een koekje. Met Sharpness 1000 of. Kijk. Maar je kunt ook dingen doen die gewoon helemaal nergens op staan. Of die helemaal niet werken. Dus je kunt ook een diamond zwaard. Of gewoon een zwaard. Met gewoon protection. Dus protection is in ieder geval is gewoon 0. Dus dan, dan krijg ik nu een koekje. Met protection 1000. Maar dat heb ik niet aan. En zo kun je alles dingen neerzetten. En je kunt hier dus van alles gebruiken. Waar je wil. Dus voor hetzelfde geld maak je hier armor met blast protection. Weet ik veel, met heel goed blast protection. Nou, je hebt er gewoon door TNT kunt gaan. Zonder dat er iets gebeurt. Dus we gaan nu gewoon even kijken welke ze allemaal is. Het is niet allemaal op volgorde, niet dat je dat denkt. Maar bijvoorbeeld, wat we ook kunnen doen is gewoon, weet ik veel. Gaan wij een... Ik moet... 20 hebben, dan gaan we eigenlijk gewoon nu een bijvoorbeeld furnace maken met fire aspect. Dus heb je eigenlijk gewoon een automatisch kooksysteem. Hè? Want als je een mob doodt met fire aspect, dan krijg je er eigenlijk meteen gekookt voedsel van. Kijk. Ja, je zou dit nou ook nog kunnen veranderen en zo met een anvil, maar ook in de comments zelf. Dat ga ik niet doen. Nou, ik denk dat ik dit al goed genoeg heb laten zien, hè. Ik denk dat jullie het wel begrijpen, tenminste dat hoop ik. Nou. Allemaal bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk hebben jullie er wat van geleerd, hè. En tot de volgende keer. Bye.